Beuningen nu en morgen is al jaren een vaste waarde in de gemeenteraad van Beuningen. De lokale partij maakte 8 jaar deel uit van de coalitie en leverde onder meer wethouder Piet de Klein. De Klein kwam onlangs in opspraak omdat hij tegen Beter Weten In beweerde dat de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland financieel zouden bijdragen aan het inmiddels beruchte zandtransport. De oppositie vindt het inmiddels tijd om eens een termijn zonder Beuningen nu en morgen te doen. PvdA-raadslid Seymer Versluis is duidelijk. Het machtsblok is zo groot, 9 van de 21, dat ze hebben maar één andere partij nodig, hè, om een voorstel er doorheen te krijgen. En dat is op den duur niet gezond. Dat kan natuurlijk best een keer zonder. Er zijn ook periodes geweest dat zij niet mee regeerden. En ook in die tijd zijn er goede dingen tot stand gebracht. Of misschien zelfs nog wat betere. Het recente optreden van Beuningen nu en morgen wethouder Pieter Klein speelt ook een rol. Aldus VVD-raadslid Henk Plezier. Klopt het wat hij gezegd heeft, ook tegen de gemeenteraad, waarop een belangrijk stuk is aangenomen. Heeft hij de waarde gesproken of niet? Maar dat moeten we gaan zien.